7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Get ready for the lunch! Cafés en restaurants zijn weer open. In Haarlem en Amstelveen werd feestelijk afgeteld tot de gasten weer mochten neerstrijken op het terras. Waar hou je allemaal rekening mee deze tijd? We houden rekening mee welke samenstelling de gasten komen. Of ze een gezin vormen of een huishouden vormen of niet. En of de mensen gezond zijn. Allerbelangrijkste. Blijdschap ook op het Waagplein in Alkmaar. Hoe blij zijn jullie? Superblij. Ja, echt. Nou ja, eigenlijk doen we dit normaal elke week. Dus dit hebben we wel heel erg gemist. Ja, we waren allemaal super blij volgens mij. Het was nog net geen vakantie dat je naar je bedje toe moet rennen, zeg maar. Wel wordt aan terrasgangers gevraagd of ze klachten hebben. Nee, heeft u last van hoesten, neusverkoudheid, koorts of andere benadrukte klachten? Nee. Heeft u contact geweest met mensen met corona de afgelopen 2 weken? Ja, dat weet u natuurlijk nooit, hè. Heeft u dorst? Ja, dan mag u zeker. Ja. Veel plezier. Bevalt het weer op het terras? Ja, goed. Bevalt lekker. Ja, ja? Het is fijn om weer te zitten. Ja, ja. Zelf met de vrienden. Heerlijk, ja. Even met de huisgenootjes. Ja. Dan mag het allemaal nog net. Ja? Ja, heerlijk. Oh, jullie zijn huisgenoten van elkaar? Zeker. Ja. Smaakt die goed? Ja, smaakt die heerlijk. Zo, hè. Hoe dronken gaan jullie worden vandaag? Heel dronken. Ik denk dat wij hier nog wel even zijn vandaag. Hij is heerlijk. Hoe ging dat net om 12 uur? Ja, één groot. Net als net of wij wereldkampioen waren, joh. Het was echt bizar gewoon. Ja, een van de mooiste dagen in mijn leven nu al. Ja, leuke spanning, gezellig. Je zag ze allemaal wachten. Hè? Ja, gewoon, dit maak je nooit meer mee volgens mij. Dat gewoon echt mensen gewoon wachten voor een stoeltje. Bij een soort heropening lijkt het wel. Ja, hartstikke leuk. En veel succes voor de horeca.